Met dit filmpje laat ik jullie verder kennis maken met de taalstimulerende activiteiten, in dit geval de vertelkaarten. Deze kan je inzetten voor taalstimulerende activiteiten bij peuters, kleuters en het lagere schoolkind. Wat zijn nu vertelkaarten? Dat zijn kaarten met een illustratie op die je kan gaan inzetten om een verhaal samen of individueel, één op één met hen te maken. De kaarten die hier liggen werden gehaald uit het boekje Actief Creatief van Philippe Brezeur. De vertelkaarten kunnen ingezet worden tijdens een kringgesprek. En ze worden dan met hun illustratie naar beneden in de kring gelegd, op de grond of op een tafel. En daarbij zal de eerste speler een willekeurige kaart trekken. Deze kaart met illustratie zal dan de hoofdpersoon worden van het verhaal. En de eerste speler bepaalt dan ook nog welk probleem deze hoofdpersoon heeft en welke naam dat hij heeft. De volgende speler neemt dan een andere kaart. En deze gaat het verhaal van de eerste speler gaan vervolgen en vervolledigen door gebruik te maken van het nieuwe element dat op de kaart staat, toe te voegen aan het verhaal. In dit geval is dat een wekker. En zo gaat het steeds verder. De volgende speler trekt opnieuw een kaart, in dit geval de hond. En opnieuw wordt dit dan een steun of een hinderpaal voor het probleem in het verhaal van de hoofdpersoon. De begeleider die onthoudt goed mee wie wat heeft gezegd. Desnoods noteert hij dat of neemt hij dat op. En dan het verhaal wordt dan beëindigd wanneer alle vertelkaarten zijn opgebruikt. En natuurlijk wanneer de laatste persoon nagaat dat het probleem van het hoofdpersonage is volbracht of opgelost. Op de vertelkaarten staan er verschillende illustraties. In dit geval zijn het zwart-wit illustraties. Nu, zorg ervoor dat de illustraties die je gaat gebruiken op je vertelkaarten, ook bij de vertelpuzzel en bij de vertelstenen is dat het geval natuurlijk, dat die aanspreken bij peuters, kleuters en het lagere schoolkind. Hè, dat die aanspreken bij de doelgroep waarmee dat jij werkt als kindbegeleider. In dit geval zwart-wit, bij peuters en kleuters minder aantrekkelijk vrees ik, dus kies daarvoor fleurige, kleurige en stijlvolle illustraties. De grootte van de vertelkaarten is ook belangrijk. 1. Groot genoeg zodanig dat het ook hanteerbaar is. Ook hier weer aangepast aan je doelgroep. Grotere kaarten bij de peuters en de kleuters. Kleinere kaarten bij het lagere schoolkind. Grote illustraties ook zodanig dat de zichtbaarheid goed is. Ja, dat je niet moet liggen pieren van oké, wat zie ik hier nu? Dus dat is ook wel belangrijk dat je dat meeneemt wanneer je zelf vertelkaarten gaat maken. Materialen waaruit dat de vertelkaarten worden gemaakt. In dit geval is dat papier dat gelamineerd is voor de stevigheid. Maar ook hier kan je zelf op zoek gaan naar materialen waarop dat je illustraties gaat tonen. Als vertelkaart. Dat kan karton zijn, dat kan hout zijn. Het kunnen geschilderde papiertjes zijn en zo verder. Met de vertelkaarten heb je heel wat mogelijkheden om een verhaal te gaan maken. Je kan de vertelkaarten met hun illustratie naar beneden leggen, op de grond of op de tafel, maar ook met een illustratie naar boven. Met andere woorden, je kan als kindbegeleider de regels van het spel zelf gaan bepalen. Ja? Dus je kan zeggen, ik kies een illustratie die mij het meest aanspreekt en daarmee ga ik een verhaal starten. Of ik zeg, ik kies drie verschillende
vertelkaarten en ik maak daar mijn verhaal mee. Dat kan ook. Ja. Of ik laat één kaartje trekken en daarmee gaan we aan de slag. Dat is ook een mogelijkheid. Dus het is aan jou als kindbegeleider om daar een beetje creatief mee gaan om te springen. Met de vertelkaarten ga je ook natuurlijk andere vaardigheden gaan oefenen. Net zoals bij de vertelstenen en de vertelpuzzel. Zo zal het kind leren zijn beurt af te wachten, luisteren naar zichzelf, luisteren naar de anderen en natuurlijk ook weer in team gaan werken. Samen een verhaal tot een goed einde brengen. Succes!